Hallo, ik heb zo niet tijd. Ik ben Mark, ik ben er vanavond met Hudson van Rivier 4. De vorige week ben ik hier gebleven. Waar wij een beetje gevallen hebben met proberen om Canada over te nemen. En zoals jullie misschien al horen, is mijn stem een beetje verkrekt. Dat heeft ermee te maken dat ik nog wel een beetje verkouden ben. Dus sorry daarvoor, maar daar kan ik niet veel aan doen op het moment. Ondertussen, even zien. Wat ben jij aan het doen? Oh, je bent een Naval Invasion aan het regelen. Oké. Volgens mij probeerde ik de vorige keer vanaf hier en dat ging niet echt heel goed. Als ik het goed heb. Ja, volgens mij wel. En eens even zien, we hebben nog geen Naval Superiority in die regio. Ik hoop dat ze aan het repareren zijn. Oké. In de tussentijd gaan we deze even deployen, zodat we daar even zien. In ieder geval alvast een gedeelte hebben. Of ja, probeer het mooi daar. Oké, we moeten gewoon nog even wachten totdat we een Naval Superiority hebben. Anders komen we daar niet. Oké, volgens mij zijn ze alweer onderweg. Ja. Oké, volgens mij moeten we nu wel. Ja, oké. Die zijn geregeld. Waarbij we nu dit gebied kunnen regelen, hoop ik. Voor zekerheid gaat hij daar maar even heen. Oké, 20 divisies, dat moet er wel genoeg zijn, denk ik. Oké, ziet er nou uit dat we gaan winnen dit punt. Hopen dat we deze Naval Base wel kunnen regelen. Dat zal wel fijn zijn. Wat zal met 16 miljoen? Jezus. Oké. We hebben in ieder geval een punt waar we nu kunnen spawnen. Dan deployen we gelijk even deze om weer even een nieuwe focus te regelen, denk ik. Nieuwe commando en weer op, dat doen we gewoon. Ja, mag wel even naar het noorden toe. Wanneer er ooit komt, hopelijk. Oké, die zijn helemaal geregeld. Die ook. Ga ik ook vanuit van deze, ja. Laten we de maintenance maar even regelen, want dat zou ook wel fijn zijn.
als ik deze kan deleten en deze richting, wat voor plaats is dit, Boston, kan krijgen. Dat zal dan wel fijn zijn. Of ik zie dat mijn divisies een beetje dood gaan. Oké, als we daar gewoon een bunker kunnen krijgen, hebben we in ieder geval een plaats. Ja, we worden in ieder geval van verschillende kanten een beetje aangevallen. Het is maar goed dat we een bunker hebben neergeplaatst. Oké, een fallback. Zien. Sommige nevelinvasies zijn zo raar dat slaat gewoon helemaal nergens op. Als we deze dan ook nog even kunnen krijgen, dan hebben we in ieder geval wat betere shit. Want wat we hebben is in ieder geval al goed. We hebben in ieder geval een 4 van de 10 Fort Lily. Dus we kunnen niet echt van de andere kant komen. Oké, die kunnen we wel even weg. Zo, dit gebied gewoon. Kunnen supplyen gewoon goed? Dat komt wel goed, hopelijk. Wat ze nu proberen is gewoon heel dom. Eens even zien, als ik deze gewoon op Erwin Rommel zet en dan gewoon die
jullie daar nog extra bij aanhouden. Ronald, dat is nogal een onze tacticus. Zoals deze dan hierbij gaat staan. Oké, okay, hebben we nog steeds low supply? Ja. Oh, verkeerde knop. Nee. Zolang die frontlinie gewoon heel de tijd blijft opbouwen, dan komt dat goed. Of wanneer ze aanvallen, merkte ik net. Dan is geen powers, maar dat is logisch. Deze mag ook wel helemaal hoog gegooid worden. Nou, hier hebben we alles mooi. Oké, okay, deze kan weer hier opgepleurd worden. Betere construction. En nu hebben we in ieder geval 5%. Als deze valt nu gewoon maar blijft staan dan. Dat komt wel goed. Maart. Poef. Kijken of we in het territorium kunnen komen. Als we naar Boston kunnen komen, dat zou geniaal zijn.
Kijk, gewoon doorlopen. Yes, Boston, Boston, Boston. Als we Boston gewoon kunnen houden, dat zou geen ideaal zijn. Oh nee, nee, wat doe je? Dat is heel dom. Dude, what the fuck? Dat zat eraan te komen. Ik ga nu deze aflevering afsluiten. Er is niet echt veel dat ik. Ja, dat er niet echt veel gebeurt op het moment. Dus ik hoop dat ik vond. Geef ik vaak al. Dus ik vond ik weer. Later.